Dames en heren, het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor de KVWHK. We hebben weinig activiteiten kunnen doen vanwege COVID. En dat heeft natuurlijk ook zijn neerslag op het genieten door de leden van het vele wat we te bieden hebben. Om daaraan tegemoet te komen hebben we besloten om een aantal films te maken over belangrijke elementen in de collectie. En ook over de recente wissel in het Aziatisch paviljoen. Ik hoop dat u ervan kunt genieten. We hebben een aantal conservatoren gevraagd om daarover presentaties te doen. En ik denk dat het een mooi succes gaat worden. Dag, ik ben Menno Fitski. Ik ben hoofd van de Aziatische kunst in het Rijksmuseum. En we zijn hier in het paviljoen. En we gaan kijken naar de zesmaandelijkse wissel. Het fijne van het paviljoen is dat we elke 6 maanden een deel van de opstelling kunnen wisselen. Het kamerscherm, wat achter de camera is, deze grote wand waar kimono's en nu schilderingen hangen, en zo her en der wat in de vitrine. En één belangrijk ding is de ruimte onder de trap waar we werken op papier tentoonstellen, en dat zult u ook zo zien. We gaan straks naar de Chinese schilderingen en de werken onder de trap kijken, maar eerst wil ik u meenemen naar de Japanse vitrine, waar ook wat nieuwe aanwinsten te zien zijn. U ziet hier 3 voorwerpen, geschonken door 2 leden die al heel lang bij de vereniging zijn. We beginnen bij de kam daar rechts van ons lid Pier Terwe, die dat geschonken heeft, en het is een kam van lakwerk. En wat u daar ziet, is een versiering van herfstgrassen die op die kam staat in goud afgebeeld. En als u nog wat beter kijkt, dan ziet u daar ook nog kleine zilveren bolletjes ingelegd. En die bolletjes geven de druppels van de dauw weer. Zeer zorgvuldig gemaakte kam. Als u even ziet hoe recht al die tanden van de kam zijn. De verfijning van de Japanse kunst komt hier heel goed tot uitdrukking. Echt een kleinood en fijn om op zaal te hebben. Daarnaast 2 andere voorbeelden van Japanse handwerkskunst, geschonken door Hans Witsenburg, ook al vele decennia lid van de vereniging. U ziet hier een houten zwaard. En dat wordt ook wel een dokterszwaard genoemd. Doktoren die hadden geen recht om zwaarden te dragen in het 19e eeuwse Japan, maar om toch iets van hun status mee te kunnen nemen. En sommigen zeggen ook wel om zichzelf bij nacht en ontij, als ze erop uit moesten te verdedigen, kregen ze een houten zwaard. En dat kon je laten maken. En deze is met een fantastische kronkelende draak versierd. Fijn voorwerp. En dat geldt ook voor de tabaksdoos die daarnaast staat. Van verschillende soorten hout gemaakt. De doos zelf is van bamboe met donker hout, met ingelegd de ogen van de tijger. En daar, als u de binnenkant zou openmaken, ziet u dat er ook nog goudfolie op zit. Luxe, luxe voorwerp. En dat blijkt ook uit de netsuke die eraan vast zit. Van een Nederlander die, als u nog heel goed kijkt, ook nog ziet dat hij een hondje vast heeft. Dat is vaak een metgezel van de Nederlanders. En die worden zo afgebeeld in de Japanse kunst. En het leuke van dit voorwerp is dat die Nederlander de ledematen van dat kleine Netsuke-popje, die kunnen bewegen. En dat kwam natuurlijk van pas, want die Netsuke zit verborgen achter de gesp. En als hij dan erachter steekt, dan houdt hij hoed. Houdt hem op zijn plaats, die grote hoed van die Nederlander. Dus alles wat mensen zagen van die Netsuke was dat schijfje been wat u daar ziet. Of hertshoorn is het. En hertshoorn is eigenlijk een van de meest eenvoudige vormen van Netsuke. Dus mensen dachten, oh, dat is een eenvoudige schijf hertshoorn die er als Netsuke is gebruikt. Maar dan komt er ineens dat hele popje achter tevoorschijn. En dat die ledematen, die bewegende ledematen, maken natuurlijk dat hij prettig mee kan bewegen als de drager loopt.
mooie, compacte opstelling die de verfijning van de Japanse kunstnijverheid laat zien. My name is Xingming Wang, curator of Chinese art. Today I'm going to introduce the new display of the Chinese painting collection from Robert van Gulik. I think you all know Robert van Gulik better than I do. He is a Dutch diplomat, sinologist, writer, musician, artist, and also an art collector. So in this display, we displayed 12 paintings from his own collection, ranging from 17th to 20th centuries, including calligraphy, landscape painting, figure and portrait painting, flower and bird painting. So let me show you the highlight of this display. This is a portrait painting. The sitter is Robert van Gulik's music instructor. Robert van Gulik painted this portrait painting after his Guqin master passed away, and as a commemorate portrait. And what's very special is around the portrait, it is there are in total 18 color phones, including Robert van Gulik himself. All of them are also musicians who also play the instrument of Guqin. The number 18 refers to an old Chinese tradition, the gathering of 18 scholars from Tang Dynasty. So here Robert van Gulik include himself as one of the 18 Guqin players to commemorate his teacher. And what very interesting is, although the portrait itself was not painted by Robert van Gulik, but by the professional portrait painter. Robert van Gulik here painted the rest part of the painting, and here we can also see his signature. And the fact that Robert van Gulik paint also reflecting to his novel creation. He is also a famous the novel writer, the series of Chinese Sherlock Holmes, Richter T, is very famous. And all these illustrations in the Richter T series was also painted by Robert van Gulik himself. So here we see another talent from this magnificent person. The other painting I would like to introduce is a landscape painted by a very famous painter in the early 20th century, Liu Haisu. And what struck me the most is that in this painting, especially according to he himself, wrote on the color phone at top, because he admired the Ming Dynasty Chinese painters and European painter Van Gogh's painting so much, so that in this painting he tried to combine the style of the two painters together. And however, what a little disappointment was, in his colophon he said Van Gogh is a French painter, but Van Gogh is Dutch.
This display is made possible by the loan from the Volkerkunde Museum in Leiden. We thank the colleagues there for their support and help. We're also happy to cooperate with universities and educational programs, and this is one of the results. In this display, we see Siam through the eyes of European travelers from 17th to 19th century. This is the result made by our intern Pasha from Thailand, who studied museology in the University of Amsterdam. And we are so proud to have her with us, and also the result she made was really wonderful and beautiful. So I would invite you to come and have a look.